Pina Bausch, leerlinge van Koert Joos, voor wie de beweging groeit uit de diepste emoties. Uit de Volksfangschule groeide een nieuwe generatie expressionisten zoals Susan Linke, Reinhilde Hofmann en het genie van Pina Bausch. Wat Pina Bausch ontwikkelt is een regisseurstheater dat auteurstheater wordt. Een compromisloze danstheaterkunst zonder gebruiksaanwijzing, waarbij met alle traditie gebroken wordt. Een theater waar de dans uitlaatklep is van de ziel, de angst, tederheid. Het danstheater Woepertaal gasteert in Brussel, in de Nationale Opera. Op uitnodiging van Theater 140, dat hiermee glansrijk zijn 20e verjaardag viert. Opgevoerd wordt Contact Hoof, een radiografie met vitriol van menselijke relaties, of zoals een gevoelig criticus het noemde, 3 uur en een kwart slagen en verwondingen getekend. Pina Bausch. Abends in der kleinen Bar spielt die Margarete und bei ihr vergisst man schnell, wie die Zeit vergeht. Denn sie spielt und singt dazu voller Zärtlichkeit, was ein jeder hören will, was das Herz erfreut. Dabei träumt sie sich von Liebe und von einem Kavalier, der sie wie ein Prinz im Märchen einmal wegholt vom Klavier. Abends in der kleinen Bar spielt die Margarete und bei ihr vergisst man schnell, wie die Zeit vergeht. Pina Bausch in het danstheater Woepertaal. Kunst